wat er doorheen gaat, is dat je heel erg bewust van bent dat nu gaat iets goed. Bijvoorbeeld het reinigen of wat ook. Dat gaat nu goed op de manier zoals ik dat bedacht had. Maar het kan zo meteen ook misgaan. Dus je bent bezig met iets en je bent al aan het vooruitdenken. Dat je gewoon weet op basis van je ervaring dat alles verouderd, maar niet alles verouderd op dezelfde manier. De graf waar de kisten werden teruggevonden is een onderdeel van een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen ooit. Helaas is de opgraving veel te snel doorgevoerd in 8 dagen, waardoor we heel veel gegevens hebben verloren. En wat voor mij nu al spectaculair is, is dat ik heb kunnen vaststellen dat de lijsten die wij uit Cairo kregen in 1893 en wat is vastgelegd ook in onze inventarisboeken niet klopt. Dus we hebben niet de kisten die we dachten te hebben hier in Leiden. Maar door deze onderzoek proberen wij de oorspronkelijke archeologische context van de kisten terug te reconstrueren. Ik probeer te begrijpen waar de kisten die wij in Leiden hebben, waar ze precies in de ondergrondse gangen zich bevonden. Oh, en dat is heel erg leuk. Je kan hier stukjes touw zien. Oh ja, dergelijke. Oh leuk. Geweldig. En dat is niet van het textiel wat er overheen zit, maar dat is van een vulling met touw en dingen. Volgens mij is dit één plank. Waar weer houtjes aangezet zijn, ook met pinnen trouwens, die kan je allemaal heel mooi zien. Bijvoorbeeld op een deksel heb ik een linkshandige schilder ontdekt en op de kist zelf, die bij dat deksel hoort, was ik benieuwd van, goh, zit die hier ergens ook en verdraaid? Ja, zeg, daar heb ik ook gevonden. En dan kom je zo dicht op hoe het gemaakt is. En op de maker, omdat je gewoon weet van, nou, dit is dezelfde persoon geweest en die was linkshandig. En dat is heel emotioneel bijna soms. Toen ik 12 was, ben ik met mijn moeder naar Egypte gegaan. En ik heb toen besloten om Egyptoloog te worden. Ik raakte zo gefascineerd door de kundigheid eigenlijk voor deze oude beschaving. Dat ik dacht toen, ja, ik wil dit meer te weten komen. Ik wil deze beschaving bestuderen en ik wil er mijn werk van maken. Er zijn meer dan 33 musea die kisten hebben die uit deze graf kwamen. Als ieder museum de kisten zou hebben gepubliceerd, zouden we veel verder kunnen komen. En nu moeten we doen met de gelimiteerde gegevens dat wij hebben over onze collectie en over onze partners, het Vaticaan en de Louvre. Wij vinden ze allemaal heel erg aardig hoor, de bewakers, maar we willen altijd liever dat ze nog een uurtje later komen, want we willen graag door. Je wil afmaken waarmee je bezig was. Je wil iets onderzoeken waarvoor je een uur geleden dat pas hebt ontdekt. En je van, oh, hoe zit het nou? Ik wil nog even door. En dat kan niet. Maar nou ja, het is ook wel goed om op een gegeven moment de dag te beëindigen. Dus ja.